Hallo, ik ben Nick Rummel van Caterpillar Preventative Maintenance. Vandaag bekijk ik deze 980H en ik wil ook enkele zaken bespreken over onze grondbereidingswerktuigen. Dit is de snijrand, de basisrand en de hardware waarmee ze zijn bevestigd. We willen nagaan of onze snijrand recht en glad is. Op deze graafbak is dit een driedelige snijrand. Hij heeft hoekbeitels en een middelste rand. De reden hiervoor is dat hij een mooie lange rechte rand heeft. Als deze graafbak voor iets anders werd gebruikt of deze machine voor iets anders werd gebruikt, zouden we waarschijnlijk tandadapters als ook tanden hier hebben. In dit geval zouden onze snijranden heel wat kleiner zijn. Iets wat we altijd moeten onthouden is dat deze snijrand nooit zo ver versleten mag zijn dat we in de basisrand raken. Als we in de basisrand raken, is dit een gelast stuk staal. Deze snijranden kunnen eenvoudig worden vervangen door de bouten te verwijderen en nieuwe te installeren. Voor deze basisrand is heel wat werk vereist. Deze graafbak heeft ook een hoekbeschermer. Deze hoekbeschermer moet zich in goede stand bevinden. We moeten ervoor zorgen dat we dit niet helemaal laten afslijten zodat de hoek van de graafbak niet afslijt. Mochten we tips en adapters hebben, zouden we deze ook controleren. Deze machine heeft ook geen zijstangbeschermer. Maar mocht dit wel het geval zijn, bijvoorbeeld bij gebruik in rotsen, moeten we nagaan dat deze zijstangbeschermer correct werd geïnstalleerd, goed vastzit en niet versleten is. Vergeet niet dat we deze graafbakken zo lang mogelijk moeten kunnen gebruiken. Neem voor meer informatie contact op met uw plaatselijke cat-dealer.